Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe video Dennis Rijdt Pretpark. Ik ben Dennis en vandaag zijn we weer in attractiepark Toverland. Toverland is bezig met het grootste uitbreiding in de Toverland geschiedenis. Twee themagebieden erbij, Avalon en Port Laguna. Dat is voor Toverland totaal 35 miljoen euro kost. Ja, het is volgens mij het grootste, maar wel het mooiste uitbreiding wat Toverland ooit in de geschiedenis bedacht heeft. Wat komt in dit gebied? Phoenix. Phoenix is een achtbaan van B&M, Wingcoaster. Wingcoaster zit je niet op de baan, maar langs de baan. En dan ga je met een spiraal van over de kop naar beneden. Daarbij maak je drie loopings. En ja, dat wordt helemaal geweldig. Daarbij gaan we vandaag ook een stukje pretparkenboek van Erik over hebben. De pretparkenboek, daar zit allemaal rijk geschiedenis en spullen van Erik in. En Erik is er ook bij vandaag, jongens. En ja, dat wordt echt gezellig. Dus ik heb er super veel zin in. Welkom weer bij Attractiepark Toverland. Dus heel veel kijkplezier! Zo jongens, we gaan vandaag eens even twee onderwerpen doen. Erik is er ook weer bij. We hebben Erik heeft een pretparkenboek bij, wat jullie straks bijvoorbeeld bij de ingang hebben laten zien. Die gaan we helemaal doornemen in de pauze. En we gaan vandaag de speelplaatsen van attractiepark Toverland zien. Toverland is sowieso een attractiepark met attracties. Maar die hebben ook speelplaatsen. En die wil ik vandaag jullie eventjes lekker doornemen. Nou, Erik gaat eventjes klimmen op Toverhoed. De Toverhoed is begonnen in 2001. Toen attractiepark Toverland geopend werd, stond deze hoed er ook al. Maar het is ook een spannende hoed. Want hier kan je ook naar beneden glijden. Want ja, er gebeuren altijd de gekste dingen in. De Toverhoed ligt in de eerste hal van Land van Toos. Land van Toos is de eerste hal van Toverland. En die is eigenlijk het leukste als het ook winter is, dan ook in de zomer. Daarbij heb je ook speelplaatsen in Land van Toos. De Land van Toos heeft dan deze leuke speelplaatsen. Deze speelplaatsen die zijn opgebouwd toen de park net open was. Heel mooi en heel interessant wordt daar ook gezegd. Daarbij hebben ze hier in de eerste hal ook een hele grote klimrek. Daar lopen we ook naartoe. Ja, Erik is even zijn schoenen aan het trekken. Dan loop ik even naar de klimrek. De klimrek lopen we richting waar de achtbaan, de Toos Express, doorheen komt. Dat is heel mooi en heel prachtig om te zien. Ja, de speelplaats in Toverland, ja, ik speel hier niet altijd in het Toverland, maar het is wel iets wat wel erbij hoort, vind ik, in attractiepark Toverland. Dan heb je, ja, we lopen er nog heel even naartoe, want we zijn er nog niet. Dan heb je hier de spiraal van de treinarmbaan, die komt er zo aan. Ik zal eens even een stukje laten zien, die treintje. Die rijdt daar, daar komt hij eraan gekost. En komt hier naartoe. Daar komt hij! Ja. En dan heb je hier nog een speeltuintje, jongens. Hier heb je een speeltuintje, of speeltuin, klimrek, waar je eigenlijk kriskras door elkaar hebt. Hier heb je eigenlijk alles in één. Ziet er allemaal heel prachtig uit. Heel mooi en helemaal geweldig. Ja, dit was het speeltuin in Land van Toos. We gaan zo meteen weer verder bij de volgende speelplaats. Nou jongens, zoals jullie zien zijn we lekker buiten. En hier buiten hebben ze ook klimtoestellen. Net als waar Erik nou lekker op staat. Ja, ik vind dat Toverland zo'n heel mooi speeltuintje. Heel erg, ja, dat hoort bij een pretpark. Hier kun je lekker zitten. En dan heb je hier, heb je dan ook een schommeltoestel. In deze speeltuintje. En dan loop je hierdoor, zeg maar, door naar een hele mooie luchtkussen. Van Toverland hebben die twee liggen, als ik het goed begrijp. En dan heb je hier heb je een kabelbaan. Ja, jongens, het is gewoon een prachtig park om te bezoeken in attractiepark Toverland. En ja, ook hier heb je dan zo'n kabelbaan. En hier ga ik jullie laten zien hoe zo'n kabelbaan in werking gaat. Hallo, ik ben Erik. Dat was lekker voor hem. Lekker zeker.
Jongens, en hij viel er gewoon af. Erik? En jong, hoe voelt het nou? Hoe voelt dat? Pijn. Pijn. Dat deed gewoon zeer. Ja, en dan heb je hier ook nog een speeltuinpark. Ja. En dan heb je hier die hele doolhof van die speeltuin. Er zit ook nog een doolhof in hier, de labyrinth. Of hel in Halloween periode. Dan heb je hier ook trampolines van het attractiepark Toverland. En hier heb je zo'n tol. Oh, daar word ik altijd zo misselijk van als ik daar erop zit. Erik, ga eens even op de tol. Laat eens even zien hoe dat in werking gaat. Kijk, en dan moet je daarop lopen. En dan kan die vol vaart gaan. Dan kan die heel langzaam gaan. Kan die ook op zitten. Kan die lekker op glijden. Zo gaat het dan. En dan heb je hier ook een waterspeeltuin buiten. Ja, dat vond ik vroeger altijd als kind zijn leuk. Dan heb je hier zo'n waterspeeltuin erbij. Ziet er heel mooi en gezellig uit. Allemaal van die leuke toestelletjes. Zeker genieten. Ja jongens, Toverland, die weet wat magie is. Dus ook meer water. Ja jongen, en dan spuiten ze daar water uit. Daar zo water uit. Daar gaat ook water uit. En dan heb je hier zo'n kraantoestelletje. Ook allemaal met buitenspeeltuin in attractiepark Toverland. Ziet er heel erg gezellig en geweldig uit. Nou, we gaan zo weer verder naar de volgende speeltuin. Jongens, daar zijn we weer bij de volgende speeltuin, de buitenwaterspeeltuin. Erik, laat je zien hoe je moet roeien op de boot, op de veerpontje van attractiepark Toverland. Daar gaat hij dan, lekker varen. Ik vaar over de zee, over de zee. En heb je hier zo'n lange brug, waar Jean-Pierre zo lekker lachend op zat. Hey, hallo. Hey, hallo. Ja, goed hè. En dan komt hij daar zo aangerend, zo blie en zo leuk. Dan heb je zo'n brug over de water glijden. En dan zal ik jullie hier laten zien, want hier ben ik laatst in de water geflikkerd. Ja jongens, heb je hier zo lekker zo'n wandelbruggetje over deze speeltuin. Ziet er allemaal zo mooi en zo prachtig uit. En daar heb je zo'n wandelbrug. Ja, dit is dan de buitenspeeltuin van attractiepark Toverland. Het ziet er allemaal zo zorggevend uit. Echt helemaal prachtig en helemaal mooi. Ja, als jullie een keer in Toverland zijn, moeten jullie hier echt in zitten, hier in deze waterspeeltuin. Wat vond jij ervan, Erik? Ja, goed. Goed. Nou, tot de volgende speeltuin. Deze is goed gekeurd. Ja, die is goed gekeurd. Tot de volgende speeltuin, jongens. Zo jongens, daar zitten we dan weer. Ja, wij willen nog sowieso daar nog een stukje. We gaan daar nog een stukje toestellen en speeltuinen doen. Maar we zitten hier niet voor niks, want Erik had iets bij zich waar hij met volle trots heeft meegenomen. Zijn pretparkenboek. Het Rijk Geschiedenis van alle verzamelingen, spulletjes van alle pretparken bij elkaar. Je moet maar een verzameling hebben, hè, jongens. Nou, laten ze een stukje van zijn pretparkenboek zien. En hij gaat jullie vertellen wat zijn boek betekent. Dit boek dat is met pretparken natuurlijk. Met ja, Slagharen, Efteling, Toverland. Zelfs nog apen, loslopende apen. Daar hoort Dennis zelfs nog bij. En een eer aan Dennis met carnaval. En dan heb ik hier nog een dierentuin, zie je zo. Ja. Maar laat eens wat van die spulletjes zien. Want nou, ja, dit hier is, ja, je kent Slagharen waarschijnlijk wel, als je het niet kent. Dit hier is een oud icoon van Slagharen. Dit was het oudste icoon met gewoon twee oogjes. Het zijn nou voortaan twee wasberen, Randy en Rosie. Uh-huh. Dat kun je nou ook wel zien op deze. Deze is, een handig iets. Dit is een doosje waar je chocolaatje in kreeg. En dan kon je chocola maken in een chocoladefactory. Oké.
ziet er lekker uit allemaal, joh. Ja, en dan als je daar dus een frietje bestelde of zo, dan kreeg je dus zo'n zak. En daar heb je Rennie en Rosie wel. Daar heb je Rennie en Rosie zijn mascottes van attractie Bak Slagharen. Wasberen. Rennie en Rosie zijn broer en zus. Of niet? Ja, dat gaan we vaak horen in Slagharen. Ze wonen in Slagharen. Daarna hebben wij hier nog iets heel belangrijks. Daar ga ik jou nou meer informatie over geven. Wij komen dus ieder jaar op de camping daar. En dan krijg je dus zo'n bandje om. Als je deze om hebt en je gaat via de ingang eruit. En je komt terug en je laat dat bandje zien. Kom je gratis het park op. Echt waar? Ja. Oh. Oh. Dat ziet er allemaal ja, prachtig heb ik hier uit. Allemaal informatie van Slagharen, plattegrondje en al. Van de campings en al. Misschien kan ik wel één plattegrond laten zien. Dat is dan denk ik dus. Ja, dit is dan van de camping. Ziet er eigenlijk wel heel gaaf uit allemaal. Dit is nieuw, Raccoon Lodge heet dit. Raccoon Village noem ik het gewoon, want het is gewoon een heel dorpje. En dan hebben we als het goed is nog een platte grond. Als het goed is, hopen. Ja, hier. En hier hebben we dan het park Slagharen. Ziet er heel gaaf uit en dan moet je voorstellen dat we daar gaan slapen over een paar weer maar weken. Ongeveer hier zo, hier. Ongeveer daar. Ja jongens, ik ga 7 dagen naar Slagharen, dat is een vlogdag, dagen tussen. En het is allemaal leuke dagen in Slagharen. Dan heb ik hier nog allemaal Efteling attributen. Kijk maar, dit komt Dennis wel heel erg bekend van pas. Kijk maar, hier staat al. De slaapmuts. Efteling. Dit is een slaapmuts van Bosrijk. Ja, ik word voetje van Bosrijk toen. Mooi. Echt waar, dat was echt mooi. Dat moet je echt eens een keer gaan doen, want oh god, dat is mooi. Zeker. En de sprookjesprokken heb je zelf niet geweest, maar nee. Daar had ik wel mee geweest. Maar ik dacht, die geef ik als jouw verzamelingboek. Ja, en dan heb ik hier nog iets. Had ik gezegd, dat moet ik wel even uithalen. Ik ben dus, ja, dit is gewoon niet geloven. Ik ben dus echt waar, letterlijk en figuurlijk fan. Ja, niet van de Baron of van Troy, maar echt fan van Carnavals. Festival. Echt waar, daar kun jij mij blij mee maken als je daarin moet. Kijk, daar heb ik hier een foto met natuurlijk. Met mij die ken ik niet, die ken ik niet. Deze jongen, die ken ik niet jongens. Die ken ik echt niet. Nou, dat is dan dit. Dan heb ik nog een kleinigheidje. Daar heb ik nog wat kleinere dingetjes. Een platte grond hè. Kijk. Dat is van de Winter Efteling. Ja, dat is nog van de Winter Efteling. Ja, ik heb ook heel veel platte gronden van de Efteling. Heb ik hier nog een map hè, van Bosrijk. Die had je toen nee, die is van de Winter Efteling. Ja, Winter Efteling. Oh, hij is er trouwens dicht. Oh, nee. Had je gekregen op mijn verjaardag. Wie had die dicht gemaakt, dacht je? Ja, hier zit dan nog papier in. Ik ga het niet allemaal lezen, want het duurt onderhand een uur voordat ik er klaar mee ben, want ik kan niet goed lezen. En dit draai gaat het om dit pakketje. Wat zit hier nou in dit pakketje? Dat laat ik jullie nou zien. Oh, het pasje is en... Het pasje van Bosrijk. Hoe kom jij aan de munt? Die. Hoe kom jij aan die munt? Die heb ik toen gekregen met Winter Efteling. Oké. Okay. Toen was jij erbij. Oh ja. Toen heb je hem ook gekregen. Ja, het muntje en een rij ploeg 1. Ja. En hier de Bosrijk pasje, mag je zien? Ja. Bosrijk. Zo ziet de pasjes in Efteling Bosrijk uit als je daar blijft slapen. Gaaf hè? Ja. Instructie. En dan gaan we nou natuurlijk waar we nou zitten, hè? Echt waar we nou zitten, daar gaan we nou. Ik vind dat hij toch echt een hele erge verzamelaar is. Ik heb nog niet zoveel spullen. Nou gaan we echt naar het hoogfinale. Ik haal alles eruit, want dit is echt gewoon even niet te doen. Ik ben benieuwd wat hij nou hier draait. Dit is nummer 1. Halloween Toverland, dat ken je nog wel, hè? 1 ticket Halloween. Nou, we hier deze van Dennis. Die heb ik nog van jou gekregen. Dat is van onze met foto. Halloween. Dan hebben we hier die ticket Halloween Toverland. Zeker. Dat doe ik nou even snel terug. Daarna dacht ik, weet je wat, ik ben een verzamelaar, dus ik doe even een beetje gek. Aanstekertje. Toverland aansteker. Maar jij rookt zelf niet, hè jong? Nee, ik spaar gewoon. Ja. En het Toverland Halloween pin. Die geeft ook nog eens een licht.
Ja, het moet wel wat donker zijn, maar anders geeft hij gewoon licht. Ja. Die doen we dan open. Dit kan Dennis ook. Toverland Zwarte Pietentasje van het Sinterklaasbestijn. Goed gedaan, en ik hè. Die stoppen dan. Die heb ik ook nog eerst. Hier zit zelfs nog de pepernoot in. Godverdamme. Dat spul van de pepernoten. Nou in de zomer aan pepernoten moet denken. Dan gaan we nou naar het volgende. Dit is een oude kaart van Halloween Toverland. Ziet er prachtig uit hier, Erik. Oude kaart van Halloween Toverland. 2013 was het toch? 2013. Ja, riezelen in attractiepark Toverland tijdens Halloween Night. En dan gaan we nou naar het volgende. Echt het volgende. Natuurlijk. Het Winter Toverland. Het Winter Wonderland in Toverland. Ja. Dan hebben we natuurlijk echt, nou komt het bijzonderste. Echt het bijzonderste van allemaal. De normale plattegrond. Het oude normale plattegrond, die zijn nou helemaal veranderd. Mm-hmm. Maar die zien er wel gaaf uit. Hè? Ja, maar die heb ik nog niet. Nee. Dan heb ik hier. Het Halloween. Een flyer van Halloween. Halloween. Dit is het toch weer Halloween. Nou, deze doen we even wat laatst. Hier hebben we dit. Oh. Ook van Halloween. Christmas Day. Waar heb je die toen? Gekregen. Oké. Okay. Maar Erik, waarom verzamel je de spullen allemaal? Dat is toch allemaal oud? Dat is nu juist nostalgie. Kijk bijvoorbeeld en dit, dit krijg je volgend jaar niet meer te zien dit. Nee, dat klopt. Dit, en dit. Oh, het Sinterklaasfestijn in attractiepark Toverland. Wat helemaal geweldig toen. Ja. En dan, ja, dit zijn er allemaal, kijk, dit is nog een oude. Dit is zelfs nog een hele oude. Zeker. Kijk maar, dit is nog een hele oude. Ja. Dit is nog een hele oude. Een hele oude, ja. En dan, heel lekker zwart, want als het goed is heb ik er nog innen. Ja, platte gronden heb ik in ieder geval zat. Kijk maar hier. Hier nog allemaal platte gronden en kaarten en abonnementen en dinges. Zelfs deze, nog gewoon van Sinterklaasfestijn. Zeker. Ja, die doe ik dan allemaal even terug erin. Want ja, het is wel een beetje te veel klaar. Hè? Nou, dan ga ik nou, oh shit. Dan ga ik nou jullie iets laten zien waar ik ook best wel trots op ben. Heb ik trouwens van Dennis gekregen. Het oude unieke boosterbike fotohoesje. Er zit natuurlijk niks in, nee. Maar uniek boosterbike. Zeker. Dan gaan we nou op naar het volgende. Natuurlijk. De Halloween Toverland van vorig jaar. Van vorig jaar zelfs nog, kijk maar. Ja, dat was spannend, dat was echt... Met de vierde, dat was wel een leuk spookhuis. Dat was echt zo zonnig, dat was echt heel erg gaaf. Wat echt genieten was het toen. Dan gaan we nou. Ja, hier ben ik echt te trots op. Ja, sorry Dennis, maar hier ben ik echt waar trots op dat ik die heb gehaald. Het Maximus Müller mok. Ik heb dus een mok gehaald met Max Müller. En zo ziet hij er dan uit. Zo staat hij erop. Zeker. En dan ga ik nou ja, echt naar een trotsje. Dit is ook echt trots. Ja, dit is natuurlijk. Dit is ook de enige waar ik van apenhullen heb. Dus meer heb ik er ook niet van. Het is gewoon alleen dit. Dan ga ik nou. Jongens, ik wil jullie wat vertellen. Erik is prins geweest dit jaar. En toen was hij prins in de carnavalperiode in Deurne. Ja, dat was zijn meeste trots dat hij dat ooit heeft mogen worden. Met Dennis sta ik er dan op. Ja. En dan hier. Heb ik hier deze. En die. En deze. Prachtig. Prachtig. En dan gaan we nou naar het laatste. Maar dat heeft niks met pretpark te maken, maar het is wel een mooie herinnering om te bewaren in zo'n blote klappen. Dat vind ik wel. Ja, we gaan nou naar het ene laatste. Dadelijk komt echt het laatste, maar dat is niet echt wel. Kijk, dit is Dierenpark Zierzo. Die heeft Dennis denk ik nog nooit gezien. Nee, die heb ik nog nooit van gehoord. Waar ligt dat eigenlijk? Dat weet ik ook niet. Ja, dicht in de deur. Kijk, deze dieren heb je er in ieder geval. Ja. En dan gaan we nou op naar het volgende. Dit wordt de platte grond. Nou, dit gaan we daar doen, die diploma. Nou, dit is de platte grond. Ga je hier kennen dieren en ziezo, dan is dit de omgewerde dierenpark om te bezoeken. Het is niet groot, maar lekker klus en daar houdt Erik heel erg van. Mm-hmm. Oh. En dan heb ik hier ja, de aandenken, dit is een diploma. Diploma. Prachtig Erik, prachtig.
Jongens, dit was een stuk. En nu komt het laatste, want dit is gewoon, ja, degene die niet vandaag te houden, ja, kijk maar niet. Spoel maar verder. Nee, ook nog een paar dartspulletjes. Echt hele oude dingen. Kijk, dit zijn de oudste flights en dit hier heb ik gewoon zo erin gedaan. Kijk maar hoe erg versleten. Ja. Nou, ik vond dit een heel interessant momentje samen met jou om even door je pretparkenboek. En hoop dat het pretparkenboek blijft vullen, blijft mooie momenten verzamelen en herinneringen te besparen voor wat wij de komende jaren nog samen gaan beleven. Jean-Pierre was ook aan het genieten van het boekje. En dit is gewoon pretparken bezoeken, beleef je de mooiste en de geluksmomenten samen. En ik hoop dat we nog heel veel gelukkige momenten samen verdienen. Ook vandaag, we gaan eigenlijk weer lekker naar de speeltuinen bezoeken. Dus blijf zeker kijken en ook met eerste klappen, oh, ik vond het zo prachtig. Blijf kijken en tot de volgende speeltuin, jongens. Dus geniet ervan! Zo jongens, dan zijn we weer bij de volgende speeltuin in attractiepark Toverland. Bij de Tolly Molly en Toco Bolo speeltuin. In attractiepark Toverland heb je inderdaad speeltuinen voor groot en klein. Waar je hier met een tunnelglijbaan tot en met van alles en nog wat is. Het is echt leuk voor de kinderen. Waar attractiepark Toverland ook in bekend staan. In de kinderparken, de familieparken, voor alle leeftijden. Erik gaat klimmen op een glijbaan. Oh! Ja jongens, het is een heel prachtige toestel, allemaal van hout gemaakt. Het ziet er ook erg leuk uit. Ja, ik zelf zit nooit in een toestel, persoonlijk in een attractiepark. En hier ga ik glijden. Glij maar! Ja jongens, het ziet er allemaal zo leuk uit, maar ik ben niet zo van de kinderspelletjes. Maar het is wel grappig dat er een toestel in de attractiepark Toverland is. Het ziet er ook heel erg grappig uit. Ja, dat hoort ook wel bij een dagje uit een speeltuin bezoeken, maar ja, later met de kinderen. En achter ons heb je dan Phoenix en hier heb je dan het toestellen. Ja, dat ziet er allemaal zo grappig uit. Je staat voor paal! Brandweerman Sam! Ja jongens, en dan lopen we even nog verder naar de speeltuin. Ja, wat is Tolly Molly? Tolly Molly is deze watercarousel. Dat is Tolly Molly. Ja jongens, de speeltuin. En hier heb je Coco Bolo. Ja, zo is het. Zo is het wel grappig. De speeltuin zit eigenlijk tussenin. Dan gaan we ook nog even naar de luchtkussen toe. De tweede luchtkussen van het park. Ja jongens, en dat is bij Coco Bolo bij de trampoline. Hier heb je dat dan, de trampoline. En dat is deze, de magische trampoline. Ziet er allemaal zo grappig uit jongens. Dit was weer een speeltuin van deze, de Coco Bolo en Tolly Molly in. Dan gaan we daar weer verder naar de volgende. Zo jongens, ik weet nog, 2 weken geleden stonden wij hier ook. En toen waren ze met de liftdeel bezig en een stukje rails richting de eerste looping. Nou is het 2 weken verder en de Merlin's Quest en Phoenix beginnen aardig op te schieten. Want precies gezegd moet het over ongeveer 66 dagen al af zijn. Phoenix, de nieuwe windcoaster van B&M in attractiepark Toverland, is een achtbaan waar je inderdaad, wat ik zei, niet op de baan zit, maar langs de baan. Dus ga met me mee naar een stukje de bouw van Avalon. Avalon is al aardig in het opschieten. 10 weken geleden, een half jaar geleden, waren ze al op het idee gekomen om een B&M achtbaan te bouwen van de windcoaster, de genaamd Phoenix. Nou zijn ze zo ver dat de liftdeel en een van de eerste loopings er al staat. Het ziet er allemaal zo geweldig uit en zo gaaf uit. Ik zie me er gewoon al in zitten. En het is een heel spectaculaire achtbaan waar je echt, ik zie me er al voor me, de vleugel van Phoenix. Ja, ik stap er zo in. Dus Erik laat even wat schotjes zien.
Ja, en die Merlin Quest moet van de bootjes vaak tussen Avalon komen. En Phoenix moet er overheen vliegen. Daar is al goed over nagedacht. Ja jongens, Avalon, ja, het is een verhaal over Merlijn. Merlijn is een tovenaar die Toverland vroeger ontmoet heeft. Ja, en ja, die zegt de tijd is rijp. Dus nu komt de grootste uitbreiding die Toverland geschiedenis ooit heeft gebouwd. 35 miljoen euro, dat is heel veel geld. Ja, ik vind zelf, dat mag wel eens tijd zijn de Toverland in over de kop achter. Maar en zeker die van PNM is heel erg gaaf. Dus ik weet dat er daar een BNM power wordt. Het dus wordt snelheid en sensatie. En ja, het wordt een heel avontuur. Dus ik heb er al heel veel, super veel zin in. Erik, laat nog heel even een paar stukken zien en dan gaan we weer verder. Zo jongens, we zijn nu aan de laatste speeltuin op eigen klimrek verloren. Het is eigenlijk in de Magic Forest heb je deze grote toestellen. Deze toestellen, ja, dat is een van de grootste klimtoestellen die ik ooit heb gezien in pretparken. Erik gaat even klimmen en dan gaan we voor mij tussendoor. Erik gaat klimmen. Nou, wij gaan even verder kijken. Jean-Pierre, hoop jij met me mee? Laat maar aan de zijkant, ja. Rick, Konix, wist je nog het verhaal van de Survivorbaan? Als je het hoort, ja, dan weet jij nog genoeg dat ik vasthang bij de top 10. Hè Rick? Ja, ja. Dit is de klimrek. De klimrek is verbonden aan de andere klimrek, waar je eigenlijk met vol plezier in kan gaan, zeg maar. Dit is de beste collega die ik ken. Ja, ja, ja. Ik hou niet zoveel van speeltuinen, wat ik jullie al heb verteld. Maar ik vind het wel grappig dat de pretparken dat hebben. Die verbindt alweer naar die toestel. En zo gaat het hier de hele Magic Forest rond. Dat is heel grappig. En wat is de Magic Forest? De Magic Forest zit die waterbaan erachter. En dan heb je daar een blitzbaan en zo. Vinden jullie het nou leuk om hier een keer met een toestel te klimmen? Dat kan allemaal in een prachtig pak Toverland. En nog veel meer. Ja, dat is alleen maar met het klimtoestellen. Ja, zeker. Dan zal ik jullie laten zien wat er in die andere klimtoestel is. Die verbindt zich met de glijbaan en de trap. En die gaat weer ook terug naar deze kant. Ja. Nou jongens, dit was weer voor vandaag de toestellen en de speeltuinen. Erik is weer eventjes aan de klimmen. En ja, die sluit vandaag dan niet af, maar dat komt volgende keer wel weer goed. Nou, vinden jullie het video leuk? Klik dan op duimpje. En ik hoop dat jullie de toestellen leuk hebben gevonden wat ik gevlogd heb. En zeker die pretparkenboek van Erik vond ik heel prachtig vandaag. Nou, vinden jullie de video leuk? Klik dan op duimpje en abonneer voor meer video's op Dennis Rich Pretpark. En tot de volgende keer. Doei!